Fear of demon! Ladies and gentlemen, we did it! Wat schiet freaking op! Go! De smokkelruimte is het gewoon. Gaat hij voorop? Nee, die wil ik niet. Go, 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 go! Zagen ze? We zitten nu op illegaal terrein. Mr. Montreal, één laatste assignment. Die zit namelijk op de spoor. Hallo, ik ben Emma. Je hebt nu verpest. Nee, ik ben al kill you. Dat was zo'n deck. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Wie zijn jullie? Ik ben Harme. Oh, ik dacht jullie gaan je nu voorstellen, maar jullie gaan je niet voorstellen. Ik ben Kenwiel Autis. Kenwiel Autis. Dat is mijn naam. Hij prism bereken. We doen vandaag een missie. Vandaag doen we ons voor, omdat we hier op een Amerikaanse legerbaas zijn, is echt zo, als Russische soldaten. Daarom doen we ons vandaag voor als agenten van de Secret Service. We baseren onze karakters op de karakters uit Prison Break. Jij bent Michael Scofield en ik ben Lincoln Burrows. En we zijn Amerikaanse agenten. En we praten met een Brits accent. Ik kan geen ander accent. Hallo, ik ben Emma. Jij lepert je masker in. Bro, krolhaar. Ja. Zeg dat je Domino Pizza speelt. Of de meneer Koeteman. Willen jullie een afgebrande bunker zien? Ja. Hij is straks hier links. Tada! We zijn hier. Hey, jullie gedaan trickjes? In een bunker. Hey. Oh, daar ligt alles check van jou. Sorry. Soesterberg heeft zulke coole torens. Ja, nee, kijk, dit is het. Dit is echt heel cool. Kijk, vanaf hier kan je gewoon als sniper dit helemaal... Ratatatatatata. En sinds eergisteren hebben we van onze informant de exacte locatie gekregen. En dat is hier, geen 50 meter vandaan. Op verboden terrein. Dus niemand mag het zien. Oh, oké. Okay. Ik dacht net, we hebben iets interessants voor mij voor. Nou, niet voor de volgende. Sorry, oké. Okay. Er ook letterlijk een trap. Dames en heren, volgens Doris is dit open. Ja, waarom zouden ze een trap maken als het niet mag? Dat is trouwens... Hoe is dit een trap? Oké, daar is het. Hoe is dit een trap, jongens? Ja, dat kan, maar je wil hier niet in. Hoezo wel? Hoezo wel? Niet. Er zijn zo plekken op deze wereld die elke dag veranderen. Zoals Times Square New York of Amsterdam Centrum. Maar er zijn ook plekken die de afgelopen 80 jaar ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Namelijk dit. Let's go. Jij eerst. Er ligt een lijk. Oh, je kan er echt aan de andere kant uit. Ja. Ja, pak dat. Er stond echt alleen maar een soort Mike Ross puzzel. Oh. Hier, ik kom aan de camera filmen. Brandnetel. Je schrok ook van de brandnetel en niet. Zou daar iets in zitten?
Huh? Sorry, ik vind dit verdraaid eng. Hij is heel vies. Danger. Nou, waarom laat iemand hier een vest of een jas achter? Is dit een atoombom? Ja. Oké, missie voltooid. Nu is het idee dat we hier wegkomen zonder dat iemand erdoor heeft. Ja, maar dat kunnen wij. En dat doe je niet door twee keer over hetzelfde pad te lopen. Dus daarom lopen we hier. Oké, het is tijd voor een zeer mysterieus spelletje. Mag ik? Hallo. Oh. Dit is een soepmaker. En heb je nog een geheimzinnige boodschap voor alle kijkers van Harmenfrode Redemption? Voor wie? Alle kijkers van Harmenfrode Redemption. Is dat geen YouTube kanaal meer? Ja, maar je stinkt. Een boodschap, noem random cijfers. 6. 7. 4. No way! Nee, hij zegt gewoon 4, jongens. Hij zei 4. Jongens, dat meen je niet. Wij zijn met Harmen, Doris, Leon en 350 abonnees van Harmenfrode. Wat is dit? Dit is straks de plek waar we zijn, bijna zijn. Dit is de plek. Leon, jij bent Maarten. Doris, jij bent Lucas. Er lag echt zo'n dik pak sneeuw, dus dit is echt alles anders dan nu. En Lucas die stond daar bij dat ding. Maarten en ik stonden hier. En ik zeg zo, schiet op hem! Schiet op hem! Vuur! Schiet. Nu! Schiet op die man! Fire upon him! Fire upon that man! Vuur op die man! En dan zeg ik opeens, mensen! Mensen. Dat is een auto. Ik zal hem zo even pakken. En dan zie je echt zo wee, die eerste komen. En dan echt die eerste rijdt zo hierheen. Dus ik roep zo, Lucas, kom terug. En Lucas zo echt zo langzaam als hij kan lopen, hierheen lopen. Lucas, kom terug. Lucas gaat ook niet werken, het is mij te. En die auto die stopt daar zo en zo. Ik zo, jongens, terug, fall back. En dan die politie zo, goedenavond heren. Goedenavond. You're under arrest. Ik wil alleen zeggen, it looks like your brother has just been alive. Je bent nu verpest. If you're playing me, I'll kill you. Dat was zo'n tekst. Goed zo. En nu moet Doris even zeggen, you are going to tell me everything. You are going to tell me everything. En I know you want it to be true. I want it to be true. I know you want it to be true. What? I know you want it to be true. I want it to be true. I know you want it to be true. I want it to be true. Ja, en nu even iets levendiger. Ja, dat kan ik niet. Dat is veel te moeilijk om te. You know I want it to be true. I want it to be true. Ze heeft het echt verpest. Ja, nee. Moet ik het doen? Nee, want hiervoor was de sterkelijke vrouwelijke rol van Sarah Tancredi nodig. Nee, maar ik kan heel goed een vrouwenstem opzetten. Nee, dat kan je niet. Jij gaat gewoon hoog schreeuwen. Ik wist het! Oké, we zijn er bijna. Dat viel niet op. Oké, we zijn weer op het normale pad. Dus we vallen nu niet meer op. We zijn hier weer op de legerbasis die wij geannexeerd hebben vorig januari. 6 maanden geleden werden we hier door politie opgewacht. Nice. Kan ik in de houden weer? Snel terug. 3, 2, 1, go. Heel goed. Eindelijk zijn we er. Take me home to the place I'll belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home.